Stoneburger. Wel echt zo'n standaard IKEA ding. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik ben super blij vandaag, want Yola komt weer thuis vanavond. En dus ga ik even de tijd nuttig maken, want morgen gaan we naar de Efteling. Ja, daar heb ik echt vet zin in. En ik ga nu even beginnen met een shake maken en wel eentje heel lekker is, want het is een choco shake met chocoladesmaak. Maar hij is heel goed voor de huid, want ik ga er avocado in doen. En dat is echt een van de beste dingen die je kunt eten voor een mooie huid. Vooral als je een droge huid hebt, dus om je huid wat vochtiger te maken. Kijk, dit is het shirt wat ik gisteren had gekocht met de broek. Deze outfit was gewoon helemaal bij elkaar, precies 100 euro. Dit shirtje en een nieuwe broek, allebei van Levi of Levi, hoe je ook zegt. Levi. Wat een nerd ben je toch ook weer. Het gaat ook altijd, kan nooit gewoon normaal gaan, hè? Bart is er zo eentje, die moet ook altijd meer hebben dan dat hij op kan. Beetje aan de dikke kant, maar wel lekker. Duik gewoon eens weg. Net zoals jij. Beetje aan de dikke kant, maar wel lekker. Nou, nu gaan we even alles weer unpacken voor de video die ik ga maken vandaag. Nou, daar zit ik dan helemaal klaar om mijn video te gaan opnemen voor Lotte Lust. En ja, op zich kan ik wel verder, maar eigenlijk ook niet. Want ik heb geen stroom. Het hele stroom in de hele buurt is uitgevallen. En dan kan ik dus ook geen lamp aandoen. Op zich vind ik het beeld wel mooi als ik het zo zie. Ik ga zo nog heel even kijken met de andere camera. Maar ja, ik vind het toch wel echt mooi dat alles een beetje in één lijn is. En ik heb dan altijd deze lamp daarbij aan. Die lamp, dat is echt mijn favoriete lamp. Waarmee je gewoon echt een mooie extra licht krijgt. Mooie oogjes, flinkerende oogjes krijgt. En normaal gebruik ik die niet voor mijn normale video's. Maar voor die video's van de afspeellijst van Lotte Lust vind ik het toch wel echt jammer als ik die niet ga gebruiken. Dus ik ga dat video opnemen toch even uitstellen. En ik ben nu even met Bart aan het overleggen wat we gaan doen. Misschien dat we gewoon, omdat we nu allebei niet echt kunnen werken, gewoon even naar de IKEA gaan. Want dat stond ook nog op het lijstje. Even kijken wat die stuurt. Oké, we gaan ook even de Tesla laden, want anders dan hebben we morgen, als we naar de Efteling gaan, nog vroeger vertrek. Dus dan ga ik nu maar weer terug naar Bart. Oh, nice. Ik had net druk. Pak hem erin. Oh, maar dit is beter voor na trainen. Oh, er zit gewoon een heel zakje eiwitten bij. Ja, ik heb een eiwitje gemaakt, ben ik gegeten mee. Nice. Ze is de stroom uitgevallen. Volgens Liander, de netbeheerder, gaat het om meer dan 10.000 aansluitingen. Onder meer Purmerend, Monnikendam, Beidewormen, Edam, De Rijp en Broek in Waterland. Hoe lang deze storing gaat duren, dat is nog onduidelijk. Waar je allemaal wel niet stroom voor nodig hebt. En zelfs de stoplichten doen het dus niet. Dat doet je echt nadenken. Wat een drama zou dat zijn als er gewoon helemaal geen stroom meer was in iets. Die hebben een noodtar. Een UPS. Ja, maar die knippert. Dat is ook vaag. Ja, maar daar heb je wel stroom voor nodig. Ik zeg steeds tegen mezelf. Lisa, nu ga je gezonder leven. Maar dat doe ik niet. Want ik heet ook geen Lisa. We zijn in de IKEA. Finally. We zijn op zoek naar een boekenkast. Even smallen. Kijk. Dat zie je toch niet als er boeken in staan? Nee, dat zie je dan niet meer. Er zitten allemaal boeken. Ja. En dit is perfect zo smal. Het gaat echt leuk staan hoor. Wel echt zo'n standaard IKEA ding. Is het duurste spul? Nee, vind ik niet. Alleen dit zit er niet bij, hè? Niet? Dit. Ja, dat wil ik juist wel erbij. Ja, dan moet je loskopen, zo'n setje. Dat kost niet zo duur. Ik denk dat het kost niet zoveel. €5 is het. Eens kijken. Dit is echt onze droomslaapkamer. Droomkast. Wauw. Rolex en zo. Dat staat heel goed aan het bedrijf. Een beetje 50 Shades of Grey. Je hoeft om je tand te poetsen en om je op te maken. Dan loop ik zo weg. Vroeger, toen ik klein was,
Toen nam ik hier ineens een stapel van mee altijd, als ik naar Ikea was met mijn moeder. Dus het is niet door vertellen, maar... Gooi je nou weer? ze zijn er nog steeds, de potloden. We gaan lekker straks balletjes eten, Zweedse balletjes. Je bent echt fantastisch. Weer mis. Nou, hoe lang moet ik hier nog staan? Nee, deze wel heel zacht. Irene, die is leuk voor jou. Wat? Die hebben we toch al? Dit is echt iets. Kijk dat bedje nou, hoe schattig is dit bedje. Deze verf ga ik even meenemen, want die heb ik al eens eerder gekocht, maar die heb ik toen weggegeven. En die vind ik echt super leuk, want ik schilder wel eens. En ja, dit keer ga ik hem niet weggeven. Of zo. Ja, ik bedoel gewoon, we zijn de hele dag een beetje aan het haasten. Want het is nu bijna 8 uur en om 8 uur moeten we even stil zijn, want dan is het dodenherdenking. Weet je wat het is? Dan denk je aan de mensen die in de oorlog zijn overleden. Dat hoort. Ik ga naar yoga. Nou, ik zal jullie morgen nog wel even laten zien hoe de kast is geworden. En ik ga vast dag zeggen, want het was een lange dag vandaag en we gaan al bijna slapen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot morgen. En vergeet niet te abonneren, want dat is gratis. Doei! Doei!